natuurlijk de drinkbak. De beukendrinkbak. Die hoe konijnencurve op, ik denk dat het konijn is. Kijk, deze boom die zal helemaal onder in de wacht helemaal kou geschuurd door de wiesent. Er is ook nog de vacht aan hangen. En bovenin ziet de gaatjes allemaal van de zandbijen, graafwespen, allerlei andere insecten die daar graag in zitten. Maar dat duurt wel langer, maar hier, wie zet het allemaal al mooi weggeschuurd. Dus ook de wortelstelsel mooi zit. We maken een kuiltje en dan als er bijvoorbeeld een mier in ook, of een ander klein insect, dan gaat hij bewegen en dan gaat hij met zand gooien, gooit je omhoog. Dus eigenlijk om de beestje een beetje misleiden en op een gegeven moment dan pak je met een kaak, komt hij eruit en dan pak je de insect pak je vast. Hier gebeurt het ook, zie je, als je ook kunt gooien. Zie je de zand gooien? Er gebeurt er niks, hier gaat hij. Vaak in het verjaar vinden ze dat berkenblad nog lekker, maar op een gegeven moment dan wordt het heel bitter, want dan gaat die plant die gaat antifruitstoffen aanmaken en dan vinden ze het niet meer interessant. Dus de bast is nog te weinig beschadigd zodat het gewoon nog uitloopt. Daar staat 's winters vaak gewoon onder water allemaal. En dan ziet u dat de bomengroei veel minder wordt, die stagneert dan, gewoon omdat het veel te nat is. Dit gebied ligt wel hoger in de zone. En hier zie je die berkenbomen massaal opkomen. Ja, de hoekje. Je kunt het zien, het breken van de takken. Die moslaag die helemaal kapot gelopen is. Ja. Speerboom. Ja, dat is een stukje een speerboom. Het blijft in de winter is het veel natter. Ik heb het zelfs wel eens onder water zien staan en daar remt wel de groei van bomen af.